Ja, super mooi. Ik uh, vond mooie, mooie woorden, ook wat Immer zei, van uh, uiteindelijk uh, de diepte in. Ik denk dat we weer de diepte in mogen met elkaar. En dat uh, soms kan het een beetje voelen als een loodje, maar uiteindelijk is daar wel het meeste winst te halen. En de droom van harme die raakte me ook wel. En ik denk dat het ook zo meteen wat terugkomt in, uh, in de boodschap over uh, blind zijn. Want ik ga het, uh, nog een tijdje stilstaan, ook bij blinde vlekken. Het kan ook geestelijk blind zijn. Dat je je geestelijk dingen niet ziet. En ik hoop vandaag ook iets aan te gaan raken. Dat we elkaar nodig hebben om dingen te gaan zien die je niet ziet. En daar zou je eigenlijk een keer op aan, aan over moeten geven. Dus mogelijk is dat wat God je wil vertellen, wat de bedroom was van, uh, van armen. Ik ga het vanmorgen hebben over accountable zijn, accountability. En ik moet gelijk aan Gerrit en Ellie denken, want ik, ik weet niet waar jullie zitten, maar als jullie op, uh, op gesprek en zeggen. Wat is dat toch met al die Engelse woorden en termen? Nou, ik. ik, ik ik herken het helemaal, want toen ik hier binnen kwam lopen vijf jaar geleden, toen dacht ik ook: toen moest ik ook een keer googelen wat het aan de was. En ik, uh, ik weet wel, precies wat het is nu. en Ik leef het ook. Hoe het schrijft, weet ik nog niet. Maar dat, uh... <laughs> God heeft me zo gemaakt, jongens. Ik ken het ook niet op. Maar als je in Living Wat rondloopt, dan zou je dat woord vaak gaan horen: accountable zijn aan elkaar, verantwoordelijkheid afleggen. En dat is een enorme belangrijke waarde die wij hebben met elkaar. En uh, ja, daar wil ik even vanmorgen morgen bij stilgestaan. En de Heer heeft me wat beelden en dingen gegeven en daar ga ik het aan opbouwen. Maar de eerste tekst waar ik eigenlijk mee beginnen wil. En dat is een tekst waar God eigenlijk zegt wat zijn verlangen is voor ons. Wat is ons doel hier op aarde? Nou, daar zou je heel veel verschillende dingen over kunnen zeggen. Maar ik denk dat dit wat hier staat, een van de belangrijkste doelen is die we met elkaar in mogen gaan groeien. We weten dat God alles te goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden. Jullie zijn allemaal mensen die van hem houden. En die volgens zijn plan... geroepen heeft om bij hem te horen. Want God wist van tevoren... al welke mensen van hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al... de bedoeling dat de mensen... op zijn zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste zoon zijn... die uit God werd geboren. Daarna zou hij nog... heel veel broers en zussen krijgen. Wij zijn broers... En zussen van Jezus. En als wij spreken, spreken wij altijd tegen mensen die van Jezus houden. We spreken eigenlijk altijd tegen mensen die wederom geboren zijn. En eigenlijk, dit, deze kan je de hele boodschap je die vasthouden. Want uiteindelijk het doel van accountable zijn aan elkaar, het is alleen maar bedoeld om meer op zijn zoon, meer op Jezus te gaan lijken. En we hebben elkaar daarvoor nodig. Ik hoop dat vandaag, daar, voor de meesten kennen het al, maar dan hoor je het opnieuw of op een andere manier zodat we daar weer misschien opnieuw of weer verder in gaan wandelen. Nou, als wij Jezus, als wij um, meer op Jezus gaan lijken, dan, dan mogen we hem, kunnen we hem afspiegelen. En dan, dan kunnen we hem vertegenwoordigen. Maar het is niet alleen uh, Gods verlangen dat wij hem vertegenwoordigen. Maar het is Gods verlangen, het is Jezus verlangen dat hij zichzelf kan vermenigvuldigen door ons heen. En dat, dat alles groeit. Iets wat gezond is, dat groeit. Nou, Jezus heeft dat natuurlijk perfect bewerkstelligd. Um, toen hij aan het kruis ging, toen hij de dood heeft overwonnen, op is gestaan en de heilige geest heeft gegeven in ons, eigenlijk zitten hier allemaal jere Jezusjes, om het zo maar te zeggen. Hij heeft zich geweldig vermenigvuldigd. En het is zijn verlangen dat wij allemaal steeds meer op hem gaan lijken, zodat mensen tot jaloersheid gewekt kunnen worden. Dat wij ja, de andere roepingen die ons gegeven heeft, daarin kunnen wandelen. Nou, en uh, hoe ga je meer proberen Jezus lijken? En ik kan me de, zo herinneren van mijn tijd, toen ik echt de eerste ontmoeting had met Jezus, en ik herken dat van heel veel mensen, dan, dan ga je eerst de tussen aanhalingstekens de grote dingen opruimen. Ik had me echt te bekeren. Ik moest me bekeren van mijn oude levenswandel. Ik zat veel in de kroeg, was veel dronken. Ik keek films die echt niet door de beugel konden. En ik kan me die momenten nog herinneren. Er vond de levensheiliging plaats. En ik had zo'n stapel DVD's waar ik zo trots op was. Waar ik een hoop geld aan uitgegeven. En dat moment kwam dat God me ging reinigen, ging heiligen. Dat ik niet meer de dingen wou doen waar hij niet blijven werd. En dan stond ik op een gegeven moment selectie te maken. En nou, er gingen er wel 30 in de container. Nou, dat was mooi voor dat moment. Maar een half jaar later stond ik weer bij de container. En er ging de rest er ook in. Want ik kwam er eigenlijk achter dat ik nog meer op hem wou lijken. En dat eigenlijk geen enkel film bijdroeg aan het plan wat hij voor mij persoonlijk had. En dit is iets voor iedereen persoonlijk. Dit is voor iets wat van binnenuit gaat gebeuren. En ik hoop dat je dat ook goed. ontvangt van mij. Dat elk woord niks in het accountable zijn. is een moeten. Maar mis de zegen niet ervan. Dus je mag zelf kiezen. of dat je dat wel of niet wil. Dus ja. Het is, maar het is veel meer op Jezus lijken. Het is niet alleen de grote. tussen aanhalingstekens. dingen. zonder weg doen uit je leven. Het zijn heel veel manieren. om op Jezus te gaan lijken. En um, we hebben de afgelopen periode hebben we best um, veel onderwijs gehad. We hebben onderwijs gehad over leiderschap, dienend het leiderschap. We hebben onderwijs gehad over uh, bevrijdingspastoraat. We hebben een mooie boodschap gehad over onder het juk zijn. En dat zijn allemaal dingen waardoor we uiteindelijk meer op Jezus mogen gaan lijken. Als we bevrijd worden van een demon of bevrijd worden van gebondenheid, wat ook met angst, dan mogen we daarin ook meer op Jezus gaan lijken. Op Jezus lijken dat is niet alleen. Uh, stoppen met, uh, met zondigen, maar dat is niet alleen stoppen met uh, dingen niet doen, maar soms ook juist dingen wel doen. En daar kom ik zo meteen nog bij terug. Uh, maar ja, dan kan, je, dan kan je, wij doen veel oproepen in de gemeente, dat, dat zou, daar zijn we enthousiast over, daar zien we effect van. En misschien zijn de afgelopen anderhalve maand zijn er wel dingen gebeurd in je leven, uh, en je hebt er gehoor gegeven en oproepen, je hebt bevrijding ontvangen, en daar zijn we super dankbaar voor. Maar dat is vaak het begin. En daarna mag je je vrijheid uit gaan wandelen. Want vrij zijn is één. Maar vrij blijven is twee. En daar hebben we dit onderwerp voor nodig. Accountable zijn aan elkaar. En dat is met al die dingen die je maakt. Als je een keuze maakt voor God. Dat is een begin. En dan moet je het uit gaan wandelen. En ik wil vandaag aantonen. Dat we er echt elkaar voor nodig hebben. Want je kan het één of twee weken. soort bij jou en vasthouden. Maar de praktijk is dat als er een patroon ver veranderd moet worden dat dingen snel weer verwaterd... en dat je in oude patronen terugvalt. Nou, en het is belangrijk om uh, te beseffen dat de verantwoording afleggen naar elkaar dat we daar zelf echt voor kiezen. En uh, ja, wat het eigenlijk is, is dat jij iemand opzoekt en we uh, gaan het over hebben wat de ideale situatie is. Maar er is wat gebeurd en dan kan je aan niemand vragen. Je legt aan niemand verantwoording af. Wil je mij verantwoordelijkheid, verantwoordelijk houden voor hetgeen wat ik nu besloten heb in mijn hart? Misschien ben je gestopt met, met iets kijken of iets doen en zonde. Wil je mij daar accountable van houden? Wil je mij verantwoordelijkheid, verantwoordelijk houden voor datgeen? Maar jij zelf kiest om dat toe te staan in je leven. En dat is heel, een ontzettend belangrijk iets. Nou, waarom leggen we. Verantwoordelijkheid af bij mensen. Ik heb een tijdje geleden had ik nog een gesprek met iemand buiten de gemeente. En um, ja, die zegt: wij leggen toch verantwoording af bij God? Ja, dat is waar. Wij leggen verantwoording af bij God en er komt een dag, daar sluit ik ook zo meteen mee af, dan staan we voor Zijn aangezicht en dan hebben wij verantwoording af te leggen... voor alle dingen. En het interessante was: ik had zo'n gesprek, maar. En dat was iemand die heel profetisch was. Ik zeg maar, waarom. Hebben wij mensen nodig om ons heen om, om verantwoording af te leggen? Het is interessant dat mensen dat vaak moeilijk vinden. Terwijl, profetie, daar geloven ze wel in. Dat we daar mensen voor nodig hebben. God stem verstaan, de Bijbel staat heel veel profetieën. Daar geloven we wel in dat God door mensen heen werkt. En met zo'n onderwerp als accountable zijn, dan hebben we God weer minder voor nodig. En het is juist superbelangrijk dat we mensen erin gaan betrekken. Je, 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 wie kent zo'n moment? Om een beetje aan te gaan tonen hoe dat zit. Wie kent er heeft wel eens zo'n moment gehad? Dan zit je op je telefoon. Een beetje, je begint misschien heel prima over een boekenkast. Maar op een gegeven moment verdwaal je een beetje op het net. En je komt ergens op een plek terecht. Of je zit gewoon iets onnozels te doen. Of een spelletje. of Het maakt niet uit. hoeft niet eens heel heftig te zijn. Maar je komt op iets waar je echt denkt van... Wat ben ik aan het doen? En dan komt er iemand binnenlopen. En dan voel je je eigenlijk een beetje betrapt. Dat kennen we wel hè, zo'n moment. Nou, dat is interessant. Als dat al in zo'n korte tijd kan gebeuren. Dat we ons dan betrapt voelen door een mens. En op dat moment zou je kunnen zeggen: van ja, maar je weet toch dat God altijd naar je kijkt? Ja, dat weten we allemaal wel. Maar de praktijk is dat wij daar heel vaak niet over nadenken. En het is belangrijk dat. Uh, ja, dat, dat we dat. Dat we daar bewust van zijn dat we mensen nodig hebben. Ik ga het een. een tekst lees uit Romeinen 7. En daar staat Paulus zelf, hè, degene die zoveel hebt geschreven, die zegt: Van. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, brengt dat niets meer teweeg. Maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dichtbij mij ligt. Als Paulus dit al zegt. En Johan haalde het in zijn vorige boodschap naar voren, hij zegt, het is heel frappant, dat als ik dan op, een, op de bank zit, ik ben, s avonds ben ik moe, en ik zou op YouTube gaan kijken, dan kan ik het nog een half uur volhouden, maar als ik een goed boek pak, dan val ik zo in slaap. Dus het goede wat je wilt doen, dat, lijkt, dat, 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 dat staat er ook gewoon letterlijk, het kwade is daar heel dichtbij. En daarom hebben we elkaar gewoon heel hard nodig, om het goede te blijven doen, en om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Nou, ik was hiermee bezig en ik kreeg een plaatje, kreeg ik in mijn hoofd. En dat plaatje, dat, dat deelde ik uh, in mijn gezin en Lis, mijn dochter, die heeft er wat voor getekend. Wat ik in mijn hoofd had, zag ik dat is er aardig uitgekomen zoals ik voor me had. En ik wil het vandaag gaan hebben over vier gebieden van ons leven. Als het goed is staat Jezus centraal in jouw leven. Als dat niet zo is, dan hebben we een ander. Dan hebben we dan 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 mag je naar me toe komen, dan heb je een andere keuze te maken. Maar je, Jezus staat centraal in jouw leven. En het eerste gebied, dat is het gebied waar de, de, een, een zonnetje schijnt en waar een parel is te, te zien is, dat lijkt op Jezus. Dat is het gebied dat is transparant. Hetgeen wat je ziet, dat is hetgeen wat het is. Je ja is een ja. Je hebt niks in het verborgen. Dat is één gebied. En het is Gods verlangen dat dat gebied groeit. Ik begon met de tekst dat we meer op Jezus gaan lijken. Het is Gods verlangen dat dat gebied alsmaar groter wordt... en die andere gebieden kleiner worden. Nou, een ander gebied ga ik het vandaag over hebben. Dat is het verborgen gebied. Die maskers die, 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 die eronder zit. En dat gebied, dat is iets... Jij weet wat je verborgen houdt... maar een ander ziet het niet. God ziet alles... Maar jij houdt iets verborgen. Jij schuilt je achter een masker of een schild. En niet iedereen hoeft dat te zien. Maar jij weet het. Daar gaan we het over hebben, over dat gebied. En dan nog een ander gebied is de dode hoek. Ik noem hem vandaag de dode hoek, dat heb ik wat de blinde vlek genoemd. Dat is een gebied in jouw leven, waar een ander in jouw leven kan zien, hé, hey, dat is niet christenslijk vormig, dat mag meer veranderen. Jouw karakter klopt niet, of je doet zonde. Jij, jij, jij zelf ziet dat niet. Maar de andere ziet dat wel. Dat is ook een hele spannende, maar dat is een hele kostbare. En de laatste, de geheimenis, dat is het gebied. Dat is, daar ga ik niet echt bij stilstaan. Maar dat zijn de geheimen die God voor jou heeft weggelegd in je leven. God heeft een plan met jullie allemaal persoonlijk. Hij heeft iets voor jullie weggelegd. En dat zijn geheimenissen. En om daar een voorbeeld van te geven: vijf jaar geleden had ik nooit kunnen bedenken dat ik hier ging staan. En zeker niet zoals ik er nu van geniet. Dat is ondenkbaar. De mensen om me heen zagen dat ook niet. Ik zag dat niet. En de mensen om me heen zagen dat ook niet. En nu staken. Dat was toen een geheim, dat was toen verborgen voor mij en voor iedereen, maar nu weten we het, want ik sta. Er. En door de tijd heen hebben mensen over me geprofiteerd, zijn er dingen gebeurd dat het zo is gelopen. Dus dat gebied, als het goed is, wordt dat ook kleiner, zodat op het moment dat je weet wat je doen moet, wat je roeping is, dan is het geen geheim meer. Dus ook dat gebied wat kleiner, maar daar ga ik vandaag niet erg streem bij stilstaan. Ik ga het vooral over de andere dingen hebben. Ik begin bij het gebied wat verborgen is. Voor een ander en niet voor jou. Wat heb jij een hele goede test over zulke dingen is? Als je dingen in het verborgen hebt, kan bijvoorbeeld je telefoon zijn. We zijn druk met die telefoon, maar de vraag is: in jouw huwelijk. Is de, mag je als man en vrouw in elkaars telefoon kijken? Of als jij een kind bent, een tiener bent, mag je vader of je moeder, je jeugdleider in je telefoon kijken en er doorheen scrollen met alles wat je doet? Het schotsverlangen dat alles in het licht is. Zijn er dingen verborgen? Wat als jouw week, deze week, zich in één keer op een billboard zou afspelen? En wij konden nou precies zien. Waar jouw ogen zijn geweest, waar jouw hart is geweest, waar jouw handen zijn geweest. Wat hou jij verborgen? En dit, dit, daar wil ik, het, wil ik het over hebben. En het kunnen zonden zijn. De definitie van zonde is zijn doel missen. Dus iets wat een zonde is, dat is iets wat zijn doel mist. En alles wat we niet door geloof doen is al, al zonde. Nou, dat wil ik, niet, ik wil het allemaal niet veel zwaarder maken, wat het is. maar je kan zonde in het verborgen houden. Jij weet zelf, de Heilige Geest laat jou zelf zien door de tijd heen wat zonden zijn. En die dingen als je die in het verborgen houdt, dan dat is, niet, dat is niet best. Want dan uiteindelijk dan heeft de Satan wat op dat gebied in jouw leven. Maar het kan ook je gedrag zijn. Daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Vul het maar in. Wat het voor jou kan zijn, iets wat jij in het verborgen houdt, hoe jij je hier gedraagt, is misschien compleet anders dan dat jij thuis gedraagt. En dat is, dat is superbelangrijk, dat het in lijn is met elkaar, dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Maar het is wel belangrijk, dat zijn niet alleen dingen die we niet meer moeten doen, maar het zijn ook vaak dingen die we juist wel moeten gaan doen. Bijvoorbeeld, um, jij houdt in het verborgene, je doet net alsof dat je een hele goede stille tijd hebt, maar je hebt geen goede stille tijd. Je hebt het eigenlijk helemaal niet. En dat houd je een beetje in het verborgenen. En het, het kunnen heel veel dingen, slechte dingen zijn, het kunnen verslavingen zijn, slechte gewoonten eten, drinken, je financiën. Al die dingen, zijn ze in het licht? En dat is niet zo dat je altijd over alles moet presenteren. Ik ga zo meteen meer erop in bij wie je dat kan doen. Maar het is belangrijk dat de dingen boven water komen. Dingen die in het verborgen zijn, die zorgen ervoor dat je geen ware gemeenschappen kunt hebben met elkaar. Dingen die in het verborgen zijn, die zorgen ervoor dat je niet tot wasdom komt, dat je niet floreert. Maar je moet niet alleen aan zulke dingen denken, het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld struggelt met je geaardheid. Dat kan je ook in het verborgen houden. Ook dat zijn van die dingen die heel moeilijk kunnen zijn. Ik ben opgegroeid in een gezin en ik had een broer... die struggelde met zijn geaardheid. Die viel op mannen en hij vond, je hebt er heel lang mee gestruggeld. Ik had nog twee vrienden, mijn vriendengroep hadden dat ook. En ik heb de jongens, hielden dat voor zichzelf. Die hielden dat in het verborgene. en dat heeft hen enorm belemmerd in de periodes van hun leven... En ik kan me voorstellen, als je in zo'n gemeente zit, zoals deze, waar we eigenlijk geloven in, het, in, het, in een huwelijk van één man en één vrouw, dat het dan heel moeilijk kan zijn. Maar laat je niet verlammen om te denken van, ik ben ziek of ik ben een zonde. Nee, zo noem ik dat niet. Dat is helemaal niet wat er aan de hand is. Maar ik wil je echt aanmoedigen en uitdagen, als er zulke dingen in je leven spelen, breng het in het licht aan iemand die te vertrouwen is. En dit kan alleen als je je veilig voelt. En als er een relatie is met elkaar. En daarom is het zo'n mooie boodschap, dat eigenlijk alleen kan functioneren op een gezonde plek, in een gezonde gemeente. Dus het kan heel veel zijn wat jij in het verborgen houdt. Het kan zijn pijn uit het verleden. En daarom reageer je zo, dat je een bepaald moment een schild rondloopt, dat je dingen niet wil laten zien. Dus je reageert op een manier omdat de pijn in het verleden zit. Het kan een onzekerheid zijn dat je een masker ophoudt. Dat je je veel heel anders voordoet. En een masker van onzekerheid kan ontstaan. doordat je te trots bent om kwetsbaar te zijn. Het kan ook een beschadiging zijn uit het verleden. Maar het is belangrijk dat we onze masker afleggen. dat we onze schild, waar we ons achter verstoppen, dat we dat afleggen. Want dat zijn. eigenlijk zijn het wapens van de vijand. En we moeten ontmaskerd worden. Dat staat in Efeze 5: staat, Maar al deze dingen. Komen openbaar. als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar is. openbaar maakt, is licht. En als op het moment dat jij je masker voorhoudt. en je schild voorhoudt. dan heb je geen handen vrij om de wapens van God op te pakken. En dit is superbelangrijk. Het is belangrijk dat we de dingen, onze maskers en onze schild. onze wapens van de Satan afleggen, zodat we vrijkomen en dat we. Meer en meer de wapens van God op kunnen pakken. Maar al deze dingen, niks moet. Maar ik zie de zegen ervan als mensen het doen. En dat kan moeilijk zijn. Het kunnen hele moeilijke dingen zijn. En daarom, wat ik al zei, het gaat in alle tijden door relatie heen. Leg de wapens van de vijand af. En trek de wapens van God aan. Het verborgen gebied, wat jij weet, maar wat, een, maar wat een ander niet weet. En de Heilige Geest kan je wel eens. Iets laten zien. Ik heb ook al in het begin van mijn leven. moest ik dingen gaan beleiden aan mensen. Die liet de Heilige Geest zien. En het is superbelangrijk als de Heilige Geest iets in jou aanwakker, dat je dat in het licht moet brengen. dat je dat ook echt gaat doen. Nou, het is belangrijk als we de dingen in het licht brengen. Ik ga het zo hebben over het licht wandelen. Dat we. dat je er ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor aflegt. Dus als je iets in het licht brengt. het kan een eenmalig iets zijn. Dat je iets verkeerd hebt gedaan, dat je het in het licht brengt, want dan ben je vrij. Maar als het een fout patroon is in jouw leven, dan is het niet zo van ik breng het in het licht en ik breng het in het licht en ik breng het in het licht. Nee, dan moet je verantwoording ervoor nemen. Op het moment dat je dat doet, moet je beseffen dat je daar ook mee aan de slag gaat. En de persoon aan wie je dat in het licht brengt, die mag je dan ook accountable houden. Die mag je verantwoordelijk houden voor hetgeen waar jij mee struggelt. Het is niet zo van ik gooi het over de schutting en ik ben er vanaf. Nou, je mag daar zelf ook echt mee aan de slag. Zodat je echt meer en meer op Jezus gaat lijken. En het is ook belangrijk om nog over geheimen te praten. Uit, uit, uit de, die dingen die je in het verborgen houdt, die je gaat delen. Um, het, als het een geheim is met een groot gevoel, en ik noem nou bijvoorbeeld het voorbeeld moord. Als jij een moord beleidt bij iemand, je kan nooit van iemand verwachten dat hij dat geheim voor zichzelf houdt. Dus dat weet je dan pas vast bij de voordeur. Dan kan je er uiteindelijk bij helpen om daar de juiste weg mee te wandelen. Want je kan iemand niet opleggen een geheim te houden. Want dan zou je eigenlijk iemand opleggen dat hij niet in het licht mag wandelen. En uiteindelijk, als je uh, deelt aan je, aan je diaken. of aan je lijfgroepleider. die je mag ervan weten, dat zijn mensen. dat is een flink stuk van de oudste. die leggen weer verantwoording af aan de oudste, die mensen. En dat is heel belangrijk om te beseffen. En het gaat niet als je in een pastorale kwestie zit of misbruik is geweest. Het gaat niet omdat we de details en de dingen willen delen. Maar het kan niet zo zijn dat je tegen iemand zegt van, ik deel mijn geheimen, jij mag, het er, jij mag dit nooit niet doorvertellen. Dit is iets, daar moet je altijd over zwijgen. Als je dat, als je, dan moet je dat van tevoren zeggen, dan kan ik je van tevoren zeggen, dat gaan we niet doen. Want dan bind je, dan wil je eigenlijk iemand anders binden. Dus geheimen, en daar heeft God structuur voor bedacht. En een veilige plek waar we altijd naar boven toe verantwoording af kunnen leggen, waar we naar boven toe accountable kunnen zijn. In het licht, want 1 Johannes 1, vers 5 zegt er wat over. En dit is de boodschap die wij van Hem hebben uh, gehoord hebben en aan u verkondigen: dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben. En wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen we de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Als jij dingen bewust in het verborgen houdt, en wij vieren vaak avondmaal in de lijfgroepen, en als je nu denkt, dat is even geleden, mag je dat woensdag gaan doen? En dan kan je de vraag aan elkaar stellen van, leef je echt in het licht of hou je dingen verborgen? Want hoe kan je gemeenschap hebben met elkaar en met God als je dingen in het verborgen houdt? En ik ga er zo bij stilstaan bij wie je dat kan delen. Want het is niet zo dat je jouw leven op straat ligt, maar het is belangrijk dat je wel voor God het in het licht hebt. En daar heb je vaak mensen voor nodig die je daar verantwoordelijk voor kunnen houden. Het derde gebied van dat plaatje, dat was de dode hoek, wil ik hem noemen. Ik heb een foto als het goed is. En uh, nou, misschien hebben sommige mensen wie heb ze vraag hier zo. Dat zijn er niet zoveel, maar dan heb je dan heb je mee te maken gehad. Met ten diepste, heb, elke auto heeft hier, uh, heeft hier mee te maken. En je moet het zo zien dat alles wat geel is, is een dode hoek. Alles wat geel is, dat ziet de persoon, of dat ziet de persoon in de auto niet. Nou wij en het is heel belangrijk om dit te gaan beseffen dat wij mensen hebben allemaal dode hoeken, blinde vlekken. Er zijn allemaal gebieden in ons leven die wij niet zien. En naarmate God mij meer en meer uh, een plek gaf om uh, oudste te worden, om leiding te gaan geven, geeft God mij steeds meer zicht over wat ik zie en ook wel bij anderen. Dus ik zie heel vaak dingen bij mensen die ze zelf blijkbaar nog niet ziet. En anders begrijp ik niet waarom ze het doen. Het is niet gezegd dat ik alles aan moet spreken. Het, wel eens, het ligt wel eens op de loer, maar er moet de tijd ook voor zijn. Maar het is belangrijk dat we beseffen: beseffen wij dat er dingen in ons leven zijn, manieren hoe wij reageren, hoe wij zijn, die eigenlijk misschien niet op Jezus lijken, maar je ziet het zelf niet. Je hebt het zelf niet eens door. Dus daar kan je ten diepste ook niks aan doen. Dus, heb je andere mensen nodig. In de vrachtwagen kun je spiegels ophangen. En dan kun je camera's ophangen. En kun je uiteindelijk kun je iemand uitstappen. En die parallellen kun je allemaal maken. Je hebt op een gegeven moment, hoe meer je groeit in je geloof, weet je wat jouw zwakke plekken zijn. Je weet wat je dode hoeken zijn. En op die manier plaats je als ware spiegels. Je vraagt mensen van, zijn er dingen in mijn leven die ik niet zie? Mis ik iets? Heb elkaar nodig? Zodat die dode hoeken minder en minder worden. Want dat zijn plekken. Het heeft niet voor niks een dode hoek. Tientallen mensen per jaar sterven er in het verkeer door dode hoeken. En wij kunnen ook echt uh, mensen beschadigen op het moment dat we niet praten over onze dode hoeken. Nou, dit zijn ook dingen die we misschien niet meer moeten doen. En dat, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk dezelfde dingen. Maar het zijn ook misschien dingen die we juist wel moeten doen. Dus dingen die we eigenlijk niet op Jezus lijken, die we af moeten leggen. Of misschien dat we juist een beetje meer op Jezus mogen leiden om, om iets te gaan doen. En dat kan weer op alle gebieden zo zijn. En er gebeurt van alles in je leven, maar dat zijn juist de, de dingen. De juiste dingen die niet comfortabel zijn. Misschien wel dat beeld wat er net was van dat loodje naar beneden te gaan. Maar dat zijn juist de kansen in het leven. Dat zijn juist de kansen van het leven om meer op Jezus te gaan lijken. De plekken waar het in jouw leven schuurt. God heeft ons aan elkaar gegeven. Dat zijn juist de plekken waar wij mee op elkaar mogen gelijken. In, um, ik, denk dat het, ik denk dat het belangrijk is. dat we dat gaan beseffen. Dat we in elkaars leven spreken en in elkaars leven laten spreken. En dat gaat er niet over dat we de slechte dingen in elkaar aanwijzen. Maar het gaat erover dat we een verlangen hebben dat je, de, de, jouw broer of zus meer op Jezus gaat lijken. En als je ziet, iets bij een ander ziet. Dan moet je dat echt doen met het hart van: Ik verlang daarna dat jij daarin meer op Jezus gaat lijken. Als je dat doet omdat jij denkt: Hé, hey, dat klopt niet. En je hebt geen liefde voor die persoon, is dat niet het moment op te brengen. Uiteindelijk moet je hart in lijn zijn met hetgeen wat je brengt. Want anders beschadig je mensen. En dit is superbelangrijk. Het is een verlangen dat we meer op Hem gaan lijken. God heeft ons geluk verhogen. Hij wil dat we meer op Jezus gaan lijken. En de vraag is. En dan mag je nou de vraag die je hart stellen: vraag jij wel eens aan iemand: zijn er nog dingen in mijn leven die niet op Jezus lijken? Wanneer? Hou, je hoeft geen hand op te steken, maar wanneer heb je dat voor het laatst aan iemand gevraagd? Dit is super kostbaar om af en toe te doen. Maar er komen wel een paar dingen bij kijken. Wanneer doe je dat dan en aan wie? Zoiets vraag je niet op het moment dat jij in de deuropening staat om weg te gaan. En je vraagt het ook niet aan iemand die in hetzelfde patroon zit als jou. Je moet het aan iemand vragen die in staat is om echt te zeggen wat, wat, wat er gezien wordt. En je moet iemand de tijd ervoor om over na te denken. Dus wij, lopen, wij hebben een rondje lopen, dat hoor je ook vaak voorbij komen in de gemeente. Wij lopen vaak graag een rondje met elkaar om elkaar accountable te houden. We zijn daar ook. De oudsten die hebben, die zijn weer livegebleide en diakens, zijn er ook weer onder verdeeld. Zij dus dan lopen van rondjes met elkaar. Dan kan je van tevoren kan je er al over nadenken of dat je dingen ziet in iemands leven. Dus als jij die vraag wil stellen: van, zie jij nog dingen in mijn leven? Dan moet je eerst die vraag stellen: Dan zeg je, ik wil er een rondje met jou lopen. En ik ga jou de vraag stellen of je nog dingen in mijn leven ziet. Dan heeft iemand de kans, serieus, om met God te praten, waar hij die, die over mag zeggen. En dat is de weg hoe het, hoe het mag gaan. Niet van oké, okay, ja, dit tikken we af in het licht leven. We laten in ons leven spreken. Ja, ik, ik laat in mijn leven spreken. Nee. Dat je echt een goede bodem voor geeft. Dat iemand echt serieus in je leven kan spreken. Dat is lekker hoor. In je leven spreken. In 2 Korinthe 13 staat. Ten slotte, broeders. Verblijd u. Laat u terecht brengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Hier staat het gewoon. Dat we elkaar mogen terechtbrengen. Wanneer laat jij je terechtbrengen? Interessant is wel... hier één zin verder staat... Leef in vrede... en de God van de liefde en de vrede... zal met u zijn. Wat gebeurt er op het moment dat er in jouw leven wordt gesproken? Serieus? Nou, Ik maak het wel eens mee, maar het lijkt wel of je vrede... compleet verdwenen is. Dan kan je natuurlijk denken van... Hey, dit klopt niet, want ik mis de vrede. Maar wat, wat gebeurt er dan op dat moment... Als het, als het iets is wat klopt, dan moet je dat niet beoordelen in dat moment. Dan moet je tijd overeen laten gaan. Dan moet je met de Heer gaan processen. Want waarschijnlijk, als iemand in jouw leven spreekt en het klopt, en jij wordt onrustig van binnen, dan word je geconfronteerd met het feit dat er aan jouw fundament geschud wordt. Je bent aan iets gaan, op iets gaan leunen wat niet het fundament Christus was. En dat geeft op dat moment onrust. Maar de uitwerking daarna zal ten alle tijden zijn dat je rust en vrede bent en dat je meer op Jezus lijkt. Dus in het moment voelt het niet altijd comfortabel, maar uiteindelijk daarna ben je dankbaar dat iemand het gezegd heeft. Patronen doorbreken. Het is ontzettend belangrijk om patronen te doorbreken. En uh, voor mij, voor ons, een van de patronen waar we heel lang over gedaan hebben in ons gezin, is dat we bedacht hadden: ja, onze kinderen worden ouder, zometeen willen ze een telefoon, we moeten onze telefoon beneden laten liggen. Nou, dat, dat lijkt dat een makkelijk klusje. Hè? God had het tegen ons gezegd. Wij, wij, dat was een openbaring die wij hadden. Dat moeten we doen. We leggen hem op het aanrecht, dan is het helder. Dan is onze slaapkamer een plek van rust. Geen schermen, geen telefoons, simpel wekkertje gekocht. Top. Het heeft ons maanden geduurd voordat we er waren. Nou, ik ben echt niet zo ongedisciplineerd als ik, uh, als ik nu overkom. Maar hoe kwam dat? Ja, het glipt er ook. Oh ja, ik heb, oh, nou, nou, ik heb, leg hem naast mijn nachtkastje. Maar wat gebeurde er dan? Werd ik s'nachts wakker en... In plaats van met God te gaan praten, pakte ik mijn telefoon. En dat waren van die, was een patroon wat zou, doorbroken moest worden. En Christine, mijn vrouw, was, hield ik accountable. Wil je mij maar helpen? Zullen we elkaar helpen dit echt uit te gaan voeren? En dat hielp. En dat zorgde er zelfs voor dat ik was naar beneden weggestuurd: van uh, je hebt dat ding nog bij je. Maar dat helpt wel. En dan functioneert het als je mensen echt in je leven laat spreken: van ja, hier. Ik wil verantwoording afleggen, maar dan moet je er ook echt wat mee gaan doen. Als je er niks mee doet, ga je geen meters maken. In Efeze 4, vers 22 tot 25 staat is een tekst die wij veel gebruiken, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronden gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en bekleedt er met nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugens af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. En die waarheid is ontzettend belangrijk dat we die in liefde brengen. Nou, aan wie ga je verantwoording afleggen? Het ideale situatie is aan de mensen die over jou gesteld zijn, aan je lifegebleider, en de lifegebleider doet het weer aan de oudste. En um, waarom is het zo kostbaar om verantwoording af te leggen aan de mensen die over jou gesteld zijn? Omdat dat zijn ook de mensen, als ik, ik heb een paar maanden geleden gesproken over submission, onderwerping. Als jij je onderwerpt aan iemand en jij legt daar ook verantwoording aan af, dan, dan gaat het hand in hand met elkaar en dat heeft ontzettend veel effect. Tegelijkertijd, um, dus het, uh, ik zal het gewoon voor mezelf schetsen. Kun je kan zien. Ik leg verantwoording af van Peter. In mijn geval is hij over mij gesteld, maar in zulke situaties, zoals wat ik net zeg met die telefoon, dan dan ik leg veel vaker verantwoording af aan van Christine, terwijl zij is niet over mij gesteld. Ik hoef mij er niet aan haar te onderwerpen. Maar Peter weet wel al de dingen die in mijn leven spelen. Ik heb, zo heb ik nog een vriend, Johannes, waar ik heel veel aan deel. Misschien deel ik nog wel meer, ook nog wel heel veel meer aan hem. Maar de belangrijke dingen weet altijd degene die over mij gesteld is, deel ik ook. Omdat ik mij wil onderwerpen. En hij, als hij in mijn leven spreekt, dan neem ik het ook serieus. Dan ga ik er ook mee aan de slag. En daarom is het belangrijk, de meeste effect heb je als jij je uh, verantwoordelijkheid aflegt aan degene aan wie jij, die over jou gesteld is omdat diegene weer uh, verantwoording afleggen aan de mensen daarboven. Uh, en dat is het verschil tussen het submitten en het... Uh, als submitten hand in hand gaat met uh, uh, onderwerpen. Nee. Onderwerpen met verantwoording afleggen. Engels-Nederlands. Een tekst in 1 Petrus. Onderwerp u dan omwille van de Heer aan alle menselijke orde... dat zij en de koningen de hoogste macht hebben. Dat gaat over die orde. Die submission, die onderwerping, dat doe je uiteindelijk niet aan een. Het gaat niet over de persoon. Het hele verantwoordelijkheid afleggen gaat niet over een persoon. Maar het gaat erover dat je de persoon gebruikt om echt eerlijk te zijn. En dat is ook zo met dat het submission. Het gaat, God heeft een persoon een bepaalde orde, een autoriteit gegeven. Als jij het daarin onderwerpt en je eigen daarin accountable bent, dan gaat het hand in hand samen. Dan heb je de volle zegen ervan. Nou, het is een onder ik, ik, ik ben aan het eind gekomen, bijna aan het eind gekomen, maar het is een ongelooflijke belangrijke waarde in de gemeente die we hebben. En ik zie ook gewoon de mensen die echt accountable zijn, de mensen die echt daarin wandelen, die verantwoording afleggen, die groeien het hardst. Mensen die echt de alle gebieden in het leven in het licht willen hebben, dat Jezus meer en meer op hem gaat lijken. En het is, dat wil ik blijven benadrukken. Het is niet een moeten, maar het is een mogen. Ik kan het gebruiken. En ik zie wel bij degenen die het gebruiken dat het ontzettend veel effect heeft en onwijs werkt. Want er komt een dag, staat in Lucas, alles wat bedekt is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. Er komt een dag in ons leven. Dan, zie je, dan, dan, weet je, dan wordt alles gezien van ons leven. En het is Gods verlangen, het is ons verlangen dat we tot die dag zoveel mogelijk op Jezus gaan lijken. Je wil daar niet staan met het idee dat je dingen hebt die je niet wil laten zien. Als goed is, is jullie verlangen dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Zodat we hem meer kunnen afspiegelen. En het is belangrijk dat we daar, we hebben elkaar daarvoor nodig. Maar dat alles, dat gaat in alle tijden gepaard in liefde. Liefde, liefde, liefde. Als we in elkaars leven gaan spreken... Zonder liefde is de waarheid als klankend symbaal. Ik heb het wel eens vaker gezegd: het is vader, zoon en heilige geest. Het is de liefde van de vader, de waarheid, Jezus, de weg, de waarheid in het leven. En de timing van de heilige geest. Maar het helpt enorm als op het moment dat jij mensen uitnodigt in jouw leven: wil jij eens in mijn leven kijken? Zijn er dingen in mijn leven die beter kunnen? Dan kunnen we. Dan, 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 dan is dat een heel andere grond dan dat ik bij mensen iets in het leven zie. Dan moet je de avond ergens naartoe gaan werken om aan te stippen wat er zit, omdat je de liefdesbrug moet bouwen. En dat is belangrijk. De lofcentwitselen noemen we dat ook wel eens. Als we kijken in openbaringen, de brieven die Jezus schrijft aan de gemeente, moet maar kijken, dat is altijd ingepakt in liefde. Liefde, waarheid, liefde. En dat is superbelangrijk. Dus nou moet je niet denken de volgende keer als ik heel lief tegen je ga doen, van nou daar komt hij. Kan wel zo zijn, hè? Maar uiteindelijk is dat wel, liefde moet ons drijven. En het is niet een moeten, maar een mogen. En ik heb het wel drie, vier keer herhaald, maar dit is zo belangrijk. Als we de zegen, als we het wonder van Accountable gaan zien, dan gaan we daar enorm in groeien. Ik, ik, ik heb nog een, een, een tekst. Ik heb nog wat overgeslagen, Dus is een tekst uit het En daar staat, want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. En dit wordt gezegd in Hebreeën, en dit is niet wat wij willen horen over ons persoonlijk leven. Dit is niet wat wij willen horen. Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat je stil blijft staan. Deze gemeente groeit ontzettend hard en het is ons verlangen. Dat er oudsten op staan, lijfgroepleiders op staan, diaken op staan. Dat we allemaal meegroeien. En dat leraar zijn is niet per se voorin staan en een boodschap houden. Maar dat is gewoon hetgeen dat het gebied vergroot. Dat je meer en meer op Jezus gaat lijken. En de dingen die je geleerd hebt gelijk toe gaat passen om te een ander te onderwijzen. We hebben niet alleen maar leraars nodig, maar we mogen elkaar wel allemaal leren. En dit, daar verlangen we naar. Daar verlangt God naar. Dat we in liefde meer en meer door zullen groeien.